uitermate. Zo, een uitermate swingend begin van deze uitzending van Voetbal Inside op maandag 18 september. De mannen hebben er zin in, dat kan niet anders. Johan Derksen, Hans Kraaij junior en René van der Gijp. En Johan, wij zaten met z'n tweeën naar jou te kijken en je liep bijna over. Je genoot van deze dame. Vertel ons meer over haar. Nou, dit is Kat Rickins uit Miami. En jij weet dat ik in een hele succesvolle theatertour zit. Ja. Absoluut. Pioniers van de Nederpop. 80-plussers. Moeten we er nog inderdaad voor de wat oudere Nederlander. Ja. En ik hoop dat je daar met respect over spreekt. Absoluut. En we moeten nog een stuk of 30 en dan 28 december eindigen we in Ahoy. En 4 januari gaat de nieuwe show een première. Dat heet Johan Derksen Keeps the Blues Alive. Heb ik zelf bedacht? Ja, dat dacht ik al, ja. Nee, en ja, als goed. Je nog één keer lacht, stem ik niet op jou. Oh, ja? Dan kun je die prijs ook vergeten. Oh ja, dat is waar. Ja. Maar Kat Rickins die maakt onderdeel uit van die nieuwe show. Dus die komt uit Amerika over om met ons mee te doen. En die slaapt ook bij jou, jongen? Nou Hans, Kat en ik hebben een hele andere relatie. En dit ordinaire niveau, daar wou ik aan trekken. Maar even dat Ahoy tussendoor. Zijn er nog kaarten of niet? Want er zijn nog kaarten in Ahoy, maar dan moet je snel zijn. Er kunnen maar 6500 mensen in. Ja, vol is vol, dus denk erom. Hè. Snel kaarten halen, hoe kom je aan kaarten? Ticketmaster geloof ik of Ahoy, ik weet het niet, want ik ga niet over de kaart verkopen. Maar ook die avond keep jij de blues alive natuurlijk, hè? Dat is ook altijd van jouw motto. Ik hou de blues altijd in leven, jongen. Ja, hartstikke belangrijk natuurlijk. René, was PSV Feyenoord?